Hoi, ik ben Misha van Heel Land Fotografeert en ik ben al druk aan het monteren voor de filmpjes voor de fotozevendaagse van 2019. Vandaag is het vrijdag en komende zondag op 5 mei starten we echt met de fotozevendaagse. En voor de mensen die nog nooit mee hebben gedaan met de fotozevendaagse ga ik eventjes wat uitleggen. Ik heb hier namelijk een lijstje met alle opdrachten voor de fotozevendaagse. En als je meedoet krijg je iedere dag een opdracht. Die opdracht die krijg je via de mail, 's ochtends rond een uur of 6. En in die opdracht zit dan ook een video waarin ik de opdracht van die dag uitleg. Iedere dag een andere opdracht. En wat je eigenlijk doet is je pakt je camera. En welke camera dat is, dat maakt echt helemaal niks uit. Dus of je nu je mobiel pakt of een super deluxe camera, dat maakt echt geen fluit uit. Het gaat erom dat je gaat fotograferen. Je pakt dus je camera en gaat een foto maken die past in het thema van die dag. En vervolgens kan je die foto delen. Dat delen dat doe je op social media, Facebook, Twitter, Instagram, nou ja, verzin het maar. En om nou te zorgen dat mensen hun foto terugvinden, gebruiken we een hashtag. Iedere dag een andere hashtag, maar er zijn een paar hashtags die we altijd gebruiken. Die hashtag die we altijd gebruiken, die zie je hieronder ook staan, foto7daagse. F7D en Heel Holland Fotografeert. En iedere dag dus een extra hashtag en dat heeft te maken met de opdracht van die dag. Vandaag gebruiken we de hashtag rond en de hashtag opwarmen. En waarom doen we dat? Nou, eigenlijk is het niet echt nog een echte opdracht, maar we gaan alvast wel opwarmen. Dus je mag een foto maken in het thema rond, want dat is namelijk de opwarmopdracht. Het leukste is als je een foto maakt vandaag of morgen, maar je mag voor de opwarmer ook een archieffoto gebruiken. Tijdens de fotozevendaagse gebruik je natuurlijk geen archieffoto's, want dan ga je gewoon echt aan de slag. Nou, dat is ook nog leuk. Ik heb verschillende bedrijven bereid gevonden om te sponsoren. Dat betekent dat je iedere dag van de fotozevendaagse een prijs kan winnen, gewoon door alleen maar mee te doen. En die prijzen worden beschikbaar gesteld door verschillende bedrijven. Camera Filter Webshop, Camera Nu, ProShot Case en Sigma Benelux geeft aan het einde van de fotozevendaagse een hele mooie lens weg. Natuurlijk geef ik met Heel Holland Fotografeert ook verschillende prijzen weg. Nou, die prijzen, dat is pas vanaf zondag, vanaf vandaag dus opwarmer en rond. En om nu te zorgen dat jullie een beetje extra tips krijgen, heb ik een paar hele simpele tips opgenomen met Dick. Dick fotografeert zelf niet, volgens mij heeft hij helemaal geen verstand van fotografie, maar hij kan wel leuk vertellen. Dat betekent dat hij iedere dag jullie een tip geeft. En daar gaan we even naar kijken zometeen, maar niet nadat ik heb gezegd, zondag om 6 uur komt dus de eerste opdracht. Vandaag en morgen kun je alvast met de opwarmopdracht aan de slag, rond, en je weet het. En dan zie ik je zondag. Tot dan! La. De fototip van Dick. Van Dick. Nou. Hallo Dick, stel jezelf even voor. Ja, ik ben Dick. Oké, en jij gaat tijdens de foto7daagse iedere dag een fototip geven? Iedere dag een tip. Oké, heb je al, want we gaan natuurlijk zondag beginnen, maar heb je al alvast voor de mensen een eerste tip? Nou, een heel belangrijke tip heb ik wel voor de mensen. Haal die kapje voor de lens vandaan. Okay. Dat fotografeert beter. Nou, mooi. Heb je zin in de foto's even daagse? Je wil niet weten. Ik kijk er al maanden naar uit. Nou, we zien je zondag voor de eerste echte fototip. Oké. Okay.